zijn. Jamie! Helemaal en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En in deze video gaan we jullie backstage meenemen tijdens het opnemen van onze nieuwe videoclip voor ons nieuwe nummer Have My Heart. Hallo! Hey! Een hele goede morgen allemaal. Ja, ik ben bij Naomi aan het slapen. Ja. En we hebben ons net even helemaal klaargemaakt. Want vandaag hebben we een hele speciale video voor jullie. We gaan namelijk vandaag de videoclip opnemen van onze nieuwe single. Ik ben nog niet of ik het mag vertellen. Have my heart. Oké, ik ga nu de auto instappen, want we gaan nu naar Amsterdam. Ik heb een sjaal gedaan, want het is echt koud. Let's go. Ik heb er super veel zin in en we gaan naar verschillende locaties voor de solo stukjes. En we gaan ook met z'n viertjes opnemen voor het refrein. Dus het wordt echt super leuk. Ik heb er echt super veel zin in. Ja, ik ook. We moeten allebei op het Museumplein zijn, want Demi gaat iets binnen doen en ik iets buiten met een hond. En geen idee wat. En we moeten trouwens ook met jongens acteren. Ja. Dat wordt wat, maar maakt niet uit. En we hebben ons alvast klaargemaakt. Ik heb heel veel knot even aan, want we kunnen niet hebben. Ja, ik heb vaak zonnen gemaakt, maar die gaan er sowieso uit. Maar we krijgen dadelijk natuurlijk... Oh ja, dat moeten we nog vertellen. Heel veel van jullie hadden voor outfit 1 gekozen. En die gaan we ook vandaag aantrekken voor de videoclip. Dus ik heb er zoveel zin in. Outfit 1. Ja, outfit 1. Oké, ik heb nu mijn mascara gedaan. Het is wel een beetje fout gegaan, maar dat heb ik altijd. Want het zit nu helemaal boven op mijn ooglid, want dan ben ik heel enthousiast bezig. En dan komt het zo, ja, tegen mijn ooglid aan. En dan wil ik het wegwrijven, maar dan wrijf ik juist alleen maar meer uit. En dan gebeurt er dit. Laat weten in de reacties of jullie ook wel deze struggle hebben. Oké, ik ga nog even door met mijn make-up en met mijn haren. En dan zien jullie zo meteen in de auto het eindresultaat. Oké, jongens, we zijn in de auto. Ja, we zijn in de auto. Wij zijn onderweg naar Bloemendaal, naar het strand. Waar gaat ons liedje eigenlijk over die we gaan opnemen? Over liefde. Ons liedje gaat trouwens over liefde. Dus in de clip hebben we allemaal een eigen jongen en daarmee gaan we dan een scène spelen. En we moeten daarom ook met 4 jongens, allemaal hebben we een eigen jongen gekregen. We zijn naar een jongen gekoppeld en daar mogen we dadelijk mee gaan acteren. Ja. Superleuk. En ja, ik ben een beetje zenuwachtig, maar ik heb er heel veel zin in. En we zijn er bijna. En ik heb er echt zoveel zin in, dus ik kan echt niet wachten. Alleen, ja, dit hebben wij nog nooit gedaan, dus daarom is het wel een beetje nieuw voor ons natuurlijk. Oh ja, en like deze video nog even en abonneer op het YouTube-kanaal van JSM. Want dat hebben we nog niet gezegd, maar dat moeten jullie doen. Oké, nou, wij gaan nu onze scène opnemen samen met Abel. Yes, ik ben Abel. Mij kan je misschien al kennen van vorig jaar. Ik dans bij Mathieu. En ja, nu ga ik in jullie clip spelen. Ja, heb je er zin in? Ja, zeker. Ja, heb jij er zin in? Ja. Mooi. Oké, nou, de brug gaat nu dus open, dus we moeten heel snel, redden. Weg. Oké, zijn we hier goed? Denk het wel. Oké, top. Nou, wat gaan we zo doen? Ja, we gaan nu de scènes opnemen. En dat doen we hier zo. Een magere brug. Ja, inderdaad. Maar we moeten nog even wachten. Boot doorheen en daardoor gaat de brug nu even open. Ja, vandaar. Dus nog even wachten. En het heeft net echt heel erg geregend. Maar even hopen dat het niet meer gaat regenen, want anders kunnen we niet meer echt opnemen. Moeten we nog langer wachten. Ja, we gaan even duimen. Maar daar hopen we niet op, dus. Nee, ik ga er niet vanuit. Oké, welkom terug. We zijn aangekomen. Nou, een soort van, we moeten er alleen nog even heen lopen. Ja, daar is het Museumplein. En de hondjes van de ooms ook mee. Dus we zijn lekker met de hondjes. Want mijn vader gaat dadelijk wandelen met de honden. Maar ik moet ook dadelijk met een hondje, maar ik weet niet welke. Ik hoop echt dat het zo'n heel kleintje is. Nee, ik hoop het niet. Dat vind ik echt lol. Jongens, mijn hond. Kijk, mijn hond is dus ongesteld. Hij is loops, noem je dat. Loops. En er kwam net een hond, weet ik waar het komt. En die vrouw zo, ga stilstaan, anders kan ik hem niet pakken. Helemaal boos en op mij. Zo van, huh? De honden mogen helemaal niet los. Kijk, ze zijn daar dan. Oké, we gaan nu de eerste shots opnemen. En ik ga mijn performance doen. Dus gewoon alle stukjes die ik zing. En we gaan even een mooie plekje uitzoeken. Dus let's go. Ik ben nu op het strand om mijn solo shots te filmen voor de videoclip. En de zon is ver te zoeken, maar het is wel heel mooi helder licht om te filmen. En ik ga hier filmen dat ik op het strand loop, wat natuurlijk super leuk is. Eerst alleen en daarna samen met Valentijn, maar die komt straks. Ik heb er zin in, let's go! Oké, jongens, daar is dus de hond waarmee ik zo ga opnemen. Ik vind hem heel schattig.
En ik moet dus zo gaan de hond uit gaan laten en dan kom ik mijn crush tegen en zo. Maar kijk hoe die. Hey! Hallo! Hey, hallo! Ted! Ted! Hey! Oh, dit is ook... Nou, het ging super goed. We hebben net allemaal scènes opgenomen. Ja. Hier bij de scooter en hier dat er wat boodschappen vielen. Dus hoe vond je het gaan? Ja, ging heel goed. Ja. Het is wel een beetje koud, dus ik hoop dat je dat niet terug ziet in de videoclip. Maar ja, op zich ging het goed toch? Ja, zeker. Lekker relaxed. Ja. Jij en ik, met elkaar, voor altijd. Jij en ik, met elkaar. Ik moest voor Abel zingen. En hij vroeg me dan mee of ik mee wou op de scooter. Dus het was heel leuk om te doen. We moesten zo lekker arkert naar arkert lachen en doen alsof we elkaar leuk vonden. Maar ging wel goed. Ja. Ja, was wel leuk. Jij en ik, met elkaar, voor altijd. Jij en ik. Oké, jongens, ik ben bij mijn locatie aangekomen en ik moet binnen gaan filmen. Wat betekent dat ik een coronatest moet gaan doen en ik vind het een beetje eng. We gaan het gewoon doen en gaan er niet over nadenken. Let's go. Nou, oké, jongens, nu is het test. En ja, ze gaan echt heel lang in je neus, dus ik vind het wel een beetje eng, maar ik ga wel gewoon zitten. Wat ik gehoord heb van anderen is als je je ogen open houdt, dat het beter is. Ik ga het proberen. Heel goed. Oh, dat was het. Je hebt wel een beetje tranenogen, maar het valt op zich nog wel mee. Het is gewoon meer een beetje een raar gevoel. Het is niet dat het pijn doet of zo. Oké, we willen dus daar filmen, want dan lopen er minder mensen. Maar dan moet ik wel hier overheen springen. Dus ik hoop dat het me lukt. Ik moet even omhoog. En toen werd het vloed, dus toen kwam het water onze kant op. Dus toen moesten we snel weg, maar het ging een beetje fout. Maar ik heb het gehaald. Alleen een beetje nat, maar niet uit. Baby, je houdt me scherp en on track. Oké, jongens, ik ben dus op mijn locatie, op Museumplein. Alleen we moeten even schuilen, want het regent. Zoals je kunt zien aan mijn haar en aan mijn gezicht en alles, ja. En ik moet dus dadelijk opnemen met de hond. Dat ik heb super zin in. Kijk, je hoort me al. En het was ook nog wat te noemen. Ik weet niet waar hij naartoe is, maar daar moet ik dadelijk ook nog van gaan opnemen. Ik heb super zin in. Oké, het is gestopt met regenen. Dus we gaan nu dingen opnemen met de hond. Ted, Ted. Zie! Yeah! Hij luistert al heel goed. En nog met Eros. Met de jongen waar we mee moeten spelen. Dus ik heb super zin in. Let's go! Hij kan ook een heel leuk kunstje. Als je je hand zo in de lucht houdt en dan start je. Dan duwt hij zijn neus er tegenaan. Nou, ik ga dus met Milan filmen en we gaan straks in een huiskamer een beetje gamen en zo. Maar kan je jezelf even voorstellen voor de kijkers? Ik ben Milan Trouwenbach, ik ben 14 jaar oud en ik woon in Zevenaar. Ik heb al één keer eerder iets gedaan voor een video en dat was voor Lego en dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Heb je er zin in? Ik heb heel veel zin in. Oké, mooi, ik ook. We moeten eerst nog eventjes wachten op de uitslag. Ja. Klein beetje zenuwachtig, maar komt pas wel goed. Ja, inderdaad, precies. Ik voel me gewoon goed. Het belletje gaat. Oké. Dan heb ik voor jullie beiden goed nieuws. Goed om aan te geven. Dankjewel. Mooi, dankjewel. Succes. Bedankt. Hoe gelukkig dat we 19 zijn, want anders moesten we weer naar huis. Maar nu kunnen we lekker gaan opnemen. Ja. Yay. Nou, dit is Valentijn en hij gaat zich nu even voorstellen. Hallo, ik ben Valentijn. Ik ben 12 jaar oud. Ik doe al een jaar aan modellenwerk en ik vind het heel leuk om hier aan mee te doen. We gaan nu schelpen zoeken, want ik zing
mensen hun geld zoeken. Ja. Je moet gewoon wijs en spannend. We hebben al best veel opgenomen bij het strand, schelpen zoeken. Ik moest zingen. We moesten lopen, lachen. Niet zwemmen. Maar we hebben wel leuke dingen gedaan. Ik ben nu eventjes mijn haren aan het doen. Want ik had het al wel gedaan, maar toen was het buiten helemaal door de war. Dus ik ben het eventjes aan het krullen, want dat is natuurlijk wel iets speciaals voor mijn videoclip. Dus ik hoop dat het zo meteen mooi wordt. Ja, op u. Ja, kom maar aan. Wel nog een keer aan? Nog een keer? Hoi! Nou, net hadden we dus gefilmd dat ik ging zingen tegen Milan. En ja, volgens mij ging dat echt heel goed. Ja, zeker. En nou, we gaan nu lekker gamen, dus daar heb ik zin in. Ik ook. Dus game je ooit vaak? Ja, ik game wel vaak, ja. Nou, ik echt bijna nooit, dus ik ga het gewoon proberen. Ja. Gewoon bijna doorstik naar voren, dacht ik. Ja, doorstik naar voren. Ja, gas geven. Gas geven. Oh, ik kan het dan wel niet eens. Ja, denk ik. Ja, oké, ja, dat is goed. Oké. Okay. Heel goed, jongens. Oké, Valentijn moet nu een loopshotje doen. Kan ook wel cameravrouw worden. Backstage. Zo. Heel goed, lopen. Werk. Nou, hoe gaat het tot nu toe? Kan je inzoomen? Nee, kan niet. Goed. Ja? Ja. Vind je het leuk? Ja, zeker. Wat heb je tot nu toe gedaan? Niks. Nee. Schelpen zoeken. Langs het strand lopen. En begroeten. Zoiets. Ja, precies. Kijk hoe mooi het hier is, jongens. Het is alleen wel bijna donker. Dat is een beetje jammer. Wat? En we wonen gewoon heel dicht bij elkaar. En dat wist je helemaal niet. Ik denk een kwartier rijden of zo. Ah, joh. Kijk, hartje! Nou, ik ga opnemen met Eros. Ik ben Eros, ik ben 5 jaar oud, ik ben 3 dagen. Vandaag ga ik ook nemen. Nou, we hebben super zin in, dus let's go. Okay. Nou, het ging best wel goed met de hond. Hij is nu een beetje onrustig, maar volgens mij is nu Eros aan het... De hond is onrustig, niet Eros. Maar hij is nu, nou, niet de hond, maar Eros is dus nu iets aan het opnemen. Want volgens mij moet hij aanlopen met koffie in zijn hand. En dan moet ik het gaan aannemen en gaan we samen drinken of zo. Geen idee, maar we zijn nu bezig. Eentje gek en eentje lief, ja ik wil alles beleven. Van mij is van jou. Niemand binnen, niemand binnen. Oké. Oh, hallo! Komt een hond. Kijk, ik zit hetzelfde vacht, dus hij denkt dat ik ook een hond ben. Helemaal fout. Nou, we hebben dus net opgenomen en we moesten gewoon wat loopshotjes en dingetjes maken. Hoe vond jij het? Ik vond het wel leuk. Ja, het was wel leuk. Ja. En we zijn nu klaar, dus we vonden het super leuk. Nou, Abel is nu naar huis en ik moest hier net op straat nog een paar loopshots opnemen. En het ging super goed en ik ben echt super benieuwd naar het eindresultaat. We hebben nog een klein drankje. Oh, dankjewel. Ik zou niet pas een tijdje mee willen doen. Ja, graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk om mee te doen. Ah, mooi. Hey, jongens.
dus het staat erop. We hebben alles gefilmd. Ik ben nu trouwens nog op het Museumplein. We gaan nu de laatste scène opnemen, dus let's go. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ja. It's a wrap! Woehoe! It's a wrap! Het is alweer bijna donker en de opnames hier vandaag zitten erop. Maar we gaan nog opnemen in Hilversum met de meiden. Dus gaan jullie mee? Nou, zoals jullie zien zijn we weer united! Yes! Yeah. En vanavond gaan we de stukjes opnemen van de videoclip waarin we samen te zien zijn. Yes. Ja, en daarin gaan we dus ook dansen. En daarvan gebruiken we de danspasjes van het Junior Eurovisie Songfestival. Het groepsnummer. Ja. Het groepsnummer. We hebben nog veel te doen, dus ik zou zeggen misschien is het slim als we nu gaan beginnen. Ja! Let's go! Oh, we gaan beginnen, jongens. Eleanor. Kijk, nog gewoon meisjes, hoor. Oeps. Nou, we zijn nu dus in de green screen studio. En hier gaan we de clip opnemen. Ja, en dan kunnen ze altijd nog achtergrondjes kiezen. Zoals in het pretpark. No? Nee. Van het vliegen. Ja. Dus dat gaat goed. Ja jongens, ik moet jullie helaas iets vertellen. Ik hoor niet meer bij Unity. Now it's Unitree! Ik deed Unitree! Nee, grapje. Ik stond gewoon niet in de chill, dus dan bespaar ik even mijn energie. Voor altijd. It's a wrap, alles staat erop. En vergeet zeker niet volgende week naar onze clip te kijken. Ja, en we gaan nu nog eventjes wat fotootjes maken ter promotie van onze nieuwe single. En vergeet zeker niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren. En laat nog even een leuke reactie achter. En dan zien we jullie in de volgende video. Yes! Doei! Hoi! Nee, hoeft niet. In dit licht heb ik het zo warm. Ja. Ik bedoel, we zijn al heet en dan nog meer hitte. Dat is gewoon niet. Motties. Dat is niet te doen. Nee, dat is gewoon niet. Oké, jongens. Je gaat nooit geloven wat hier gebeurt. Nooit. Oh, jongens, hier is zoiets heftigs gebeurd. Ik kan echt niet. Ik werd geprankt. Dat is zo slecht. Is Demi flauw gevallen? Wat bedoel je? We gaan zo filmen en dat doen we. Demi, en dan zet ik hem uit. Okay. Is jij? Demi! Demi! Oh. We gaan even testen hoe rond jouw hoofd is. Oké. Oh, maar mijn niet zo rond. Jouw is pas rond. Mijn is vierkant. Doe ze mij. Deen, doe ze mij. Ja, wat doe jij ook? Zeg zo. Wacht. Ja, zo. Je hebt best wel rond. Oké, komt die transition. 3, 2, 1. Even chillen. Yeah. Op de koude vloer. Kijk jongens, we nemen jullie even mee. Kijk, zo ziet het eruit. Ik ga later, ik film jou even. Hier via dit filmen. Het is de camera, backstage. Kijk, Jada. We zien Jada nu 3 keer, dat willen we allemaal. Ik zie Naomi stunt op de achtergrond. Lekker! Ik kan dit echt niet zonder spiegel. Oh, ja. Gênant. Oh, ik had echt een onderkin, dat mag er niet in. Jawel, dat mag er wel in.